Ah ja, oké. Jan, vertel mij, waarover gaat dit project? Vincent tracht zijn gedichten voor. Het is een cyclus van 10 gedichten. Ik trek mij terug uit deze overvloed. Dit kinderspel dat aan de wereld schaaft. En langzaam schuifel ik naar achter. Schuur ik. Uit al mijn droge bedden. Zo verdwaal ik door de gangen van ons front. En ik speel er wat gitaar bij. Simpel is het eigenlijk. Ja. Zeg jij daar nog iets aan? Nee, ik heb er eigenlijk weinig aan toe te voegen. Nee, eigenlijk. Het is een liefdesgedicht. Liefdesgedichten. Oorspronkelijk geschreven voor een vrouw. Het is nog altijd mijn lief wel. Dus dat is wel. Ze hebben hun nut wel bewezen, die gedichten. Ze werken. Ja, het is heel Jan heeft ondertussen 3 keer van vrouw op vrouw verwisseld. Sinds dat we begonnen zijn. Nogal, dus. Nogal grillige muziek. Maar bon. Dat heb je dan, hè? Ja. U bent in mij de vuist in dit gevecht. Het hart dat dichtgeknepen bloeden moet en toelaat dat uw vuist mijn ader vindt, zodat mijn lichaam voor ons open gaat. In weerwil van een strijd zit de knopen en de jassen van mijn huiden op. Ook over racisme. Toch ook een belangrijk deel van de inhoud zit hem in de multiculturele samenleving die dus mislukt is. Hè? Ja. En de Jan kan keigoed spelen. Oké. Okay.